Dus sms zo snel mogelijk de naam van deze Miss België naar 6025. Even luisteren. We hebben de stem een beetje vervormd. Dag, Miss België. Hallo. Oh my god, dat is heel moeilijk. Ja. Dag, Miss België. Ben je blond? Nee. Ah, een keer een niet-blonde, niet-blonde Miss België. Ben je bruinharig? Ja. Ja, ja, niet waar, bruinharig. Is het al meer dan 5 jaar geleden dat je Miss België geworden bent? Ja. Al meer dan 10 jaar geleden? Ja. Al meer dan 15 jaar geleden? Ja. Oei. Bestaat al zo lang. Nee, goed, oké. Ben je getrouwd? Nee. Ben je getrouwd geweest? Ja. Hebben we al eens gekust? Nee. Nee? Maar ook niet op de wang? Ja. Ah, op de wang, ja. Ik dacht al van, allee, dat kan bijna niet. Hebben we al eens bij elkaar in bed gelegen? Nee. En vind je dat jammer? Bam, je moet raden wie dat is, kom. Maar, allee, maar dat helpt. Vind je dat jammer? Ja. Ja, oké, goed. Hè. Ik ongetwijfeld ook, als ik zou weten wie je bent. Ja, wacht, even denken. Hè. Heb je heel veel op televisie gepresenteerd? Ja. En doe je dat nu nog altijd, maar niet echt in België? Nee. Nee? Tjuh. Fout. Je dacht iemand anders. Ja, ik dacht iemand anders. Ja, wacht. Hè. Oh, wacht. Oei. Nu ben ik helemaal... Ik zat helemaal op het spoor en nu ben ik helemaal mis. Wacht, hè. Oei, en er hangt al een winnaar aan de... Wacht, even naar de winnaar. Ik ga nog niks vragen, maar... Kelly uit Borsbeek. Ja. Kelly, jij hebt gewonnen. Je hebt de juiste naam. Ik ga best nog niks zeggen. Hè. Blijf hangen, hè. Blijf hangen, want ik weet het nog niet. Blijf hangen, hè. Wacht, hè. Oké, wacht, hè. Ah, ja. Ah ja, goed. Ben je van adel? Nee. Nee? Ben je... Jokke, help eens, ik weet het niet. Flauw idee. Kijk, je het geven, hè? Ja, ja. Ze heeft meegedaan aan het programma De Grote Sprong. En ze heeft zich daar echt van een heel andere kant laten zien. Heel veel mensen heeft ze versteld toen staan. Weet je? Zeg, ben jij een bekende voetbalster ook? Nee. Ja, maar toch wel een beetje na 3 weken geleden. Nee. Ah, nee, maar ik ben wel mis. Oh nee, fuck dat dan, Dexter. Nee, bruinhaar. Oh nee, zo moeilijk. Ik weet niet, ik heb dat allemaal niet gezien. Ik heb, maar nee. Ze is onlangs ook nog maar opnieuw mama geworden. En op 1, 2, 3 had ze haar mooie lijn terug. Sorry, nu zit ze hier met 10 op de redactie naar mij te kijken van... Weet jij dan nu niet meer dat dat is? Nee, ik weet het niet. Wacht, ze. Zeg... lieve Miss België, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ze heeft een website geopend waar je de handskledij kan kopen. Wist je niet? Wist je niet? Ben jij Fedra Hoste? Nee. Oh. heb je kinderen? Ja. Hoeveel? 2. En heet... Ben je van Antwerpen? Ja. Oh, wacht! Heb je mij... Heb je mij iets uitgenodigd om jouw eigen misverkiezing te helpen? Ja! Ja! Dames en heren, eindelijk. Dames en heren, aan mijn lijn. Veronique de Kok! Ja! Dat is een ware bevalling, Wim. Wow. Oh my god, wat zo moeilijk het dat dat is. Nee, maar dat ligt, het ligt volledig aan mij, want ik ken jou natuurlijk supergoed, maar... Allee, supergoed. Maar het is, probleem is, hè, dat ik altijd zo... Ik heb altijd iemand in mijn hoofd en denk van... Ah ja, het is dingen, het is goedelen. En dan zeg ik, het is niet goedelen. Ah, het is... en dan heb ik weer iemand in... Maar dat is eigenlijk een stomme strategie, want dan sluit je alles uit en ben je volledig verward als het dan niet blijkt te kloppen. Maar jong toch, hoop miljard, Veronique de Kok. Maar het werd een beetje gênant. Ja, dat is... Nochtans, ik ken jou wel, hè. Dat is, laat ons
eerlijk zijn met jou. Ja. Het is niet dat je niet bekend bent. Hè. Kelly uit Borsbeek. Kelly uit Borsbeek, jij wist dit ongeveer 10 minuten vroeger dan ik. wanneer wist jij het, Kelly? Ik weet niet juist wanneer ik gestuurd heb. Nee, maar je wist het heel... Ja, proficiat, je gaat naar Miss... Je bent al de derde vrouw trouwens die wint en die naar de Miss België-finale mag. Veronique, ga jij er ook zijn bij de Miss België-finale zaterdag? Ja, ik vertrek vrijdagochtend dan, want we gaan repeteren. Ik doe de presentatie van de show, dus wij gaan al 2 dagen repeteren een beetje met de meisjes. Een beetje zien wie waar gaat staan op het podium en zo. Dus dat is wel plezant, hè. Dat is back to the roots voor mij. Hè? Maar ja, het zal wel zijn, natuurlijk wel. Amai, spannend. Ja, allee, goed. Fijn. Heel veel succes met de presentatie, Veronique. We gaan allemaal kijken op Studio 100 TV. En of in de zaal in Plopsaland. Heel veel plezier en bedankt om toch aan de leg te komen. Nee, het was leuk. Het was even een ontluchting, maar het ding is, de grote sprong, ik heb dat ook totaal niet gezien. Ik heb er eigenlijk 3 minuten van gezien, ik zal er eerlijk over zijn. Ja, nee. Echt, en ik heb dan, dus ik was dat totaal vergeten dat jij erin zat. Geen probleem. Dag Veronique de Kok. Dag. Tot zaterdag.